100%. 100%. Ja, maar we lijken veel op elkaar, dus ja. Wie was vroeger de vervelendste thuis? Nee, dit mag even toegelicht worden, mannen. Ik was altijd wel gewoon luisterde goed en nou, hij niet zo. Dus nee, ik was altijd wel gewoon goed. Maar daar is niet iedereen mee eens. Nee, hij was altijd wel drukker thuis en was altijd irritant op de amplagen, dus. Wie is het meest verslaafd aan zijn telefoon? Wie won vroeger de stoeipartijen? Dat kan niet. 100%. En ja, natuurlijk je eigen, ja, dat dacht ik al. Ja. Hadden jullie veel stoeipartijen? Ja, heel veel in bed. Samen. Meestal won ik altijd. Wie heeft de beste humor? Dat is weer niet goed, mannen. Wie breekt sneller de regels? Want? Ja, ik weet niet. Ik denk dat Nick soms toch vaak ergens eerder over nadenkt, zeg maar. Ik denk, ja. Gewoon wat slimmer ben ik. Ja, dat is niet per se, maar ik denk soms wel af en toe een stapje verder. Wie is er sneller? Goed, goed. Wie gaat er een succesvollere carrière tegemoet? Dat is lastig. Ja, ik hoop allebei, ik ga voor allebei. Wie doet de meeste klusjes in huis? Ja, ben je zo lui? Ja, ik zoek daar gewoon nooit. Was, ja. Ik denk, we zijn met 5 man thuis, dus dan kan ik echt al... Dat hoef ik niet per se te doen altijd. Dat kan iemand anders doen. Zo denk ik dan altijd. You smart. Wie drinkt er sneller een biertje? Ah, ik denk ik. Ja? Ja. Ah, maar ook niet veel, man. Of toe op terras of zo. Met vrienden of zo. Oké, dan de laatste. Wie is het knapste? 100%. 100%. Nou, we lijken veel op elkaar, dus ja. Maar toch zijn jullie allebei heel stellig. Ja. Ja, maar veel mensen zien het verschil niet, dus ja. Ik vind mezelf toch wel knap.